Hi, ik ben Tom Lassing voor pleinbest.nl. Gisteren was er een raadsavond over het bestemmingsplan buitengebied Best. En dat is een belangrijk punt, want dat buitengebied bestemmingsplan had al in 2016 vervangen moeten worden. Het is nu 2022, zoals u weet. En dat heeft dus een nodige vertraging opgelopen. Het is ook een enorm omvangrijk geheel, want wat ze nu proberen in het huidige bestemmingsplan is een aantal bestemmingsplannen bij elkaar vegen. Want het grootste deel van het buitengebied had een bestemmingsplan 2006. Maar er waren zelfs nog delen van het buitengebied met bestemmingsplannen uit 2002. 1982 was er zelfs een deeltje. Dus het werd wel tijd dat er eens een keer iets aan ging gebeuren. Dat is nu gebeurd. Maar het is niet zo dat het zomaar even uit niks kwam. De provincie heeft een aanzienlijk groot en diepgaand rapport gestuurd naar de gemeente dat ze 150 adressen wil zien dat daar wordt gehandhaafd. En dat zijn handhavingen in het buitengebied. En dat gaat van te veel gebouwen tot bedrijfsvoering van alles wat daar volgens de provincie niet pluis is. En dat moet ook worden meegenomen in het bestemmingsplan. Dus de gemeente heeft daar, en dat hebben ze netjes gedaan, heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met waar de provincie dus ook een probleem mee had. En dan te kijken van oké, hoe kunnen we dat in een nieuwe bestemmingsplan zodanig doen dat er zo min mogelijk problemen uit ontstaan. Dat er niet zo is dat vanuit het bestemmingsplan dat eigenlijk al een rechtszaak noodzakelijk is. En ja, ik moet toegeven, ze hebben daar echt hun best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Maar blijft het feit dat 150 adressen nog een handhavingsproces tegemoet kunnen gaan zien. Dit hele verhaal gaat nog wel een flinke staart hebben. Gisteren was dus de raadsavond, er kon op worden ingesproken. Dat is door 5 personen ook daadwerkelijk gedaan. Ik was er een keertje niet bij als inspreker, maar ik heb wel de hele sessie opgenomen. En ik dacht, dan ga ik een paar highlights eruit halen om te laten zien. Dat ga ik dus niet doen. Ik ga eigenlijk de hele opname, 1,5 uur geloof ik dat het zo'n beetje is, ga ik online zetten. Zodat je precies kan zien wat er is gebeurd. Nou is het zo dat de gemeente deze opname mogelijk ook heeft. Niet veel mensen weten die te vinden. Weet dat die bestaat. Die opname is ongetwijfeld mooier, want ik neem op vanuit de publieke tribune. Dus weet dat bestaat. Maar dan is deze video is in ieder geval een reclame dan voor het feit dat de gemeente tegenwoordig de sessies ook opneemt. En dat je ze terug kan zien. Waar dat dan precies is, ik weet het ook niet. Maar het schijnt te kunnen. En daar kunnen we eens naar zoeken en dan kijken hoe of wat. Maar ik heb deze sessie ook opgenomen. Het gaat mij persoonlijk ook aan. Ik ben een van die 150 mensen die is aangeschreven. Tot mijn grote schrik. Ik wist niet dat ik iets fout had gedaan, maar dat bleek dus wel zo te zijn. En dat kwam naar aanleiding eigenlijk van bebouwing, met name door de vorige bewoner. En ik was me niet bewust dat daar iets mis zat, maar dat zit er dus blijkbaar wel. En dat moet opgelost gaan worden. Dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren de aankomende maanden. Maar het is belangrijk dat je dit nu hoort als je het buitengebied woont. Want volgende week is er nog weer een sessie van de Raad. En 28 september is er een besluitvormingssessie. Dus als jij in het buitengebied woont, als jij denkt van shit, dit kan me wel eens raken, dan is het onderhand wel tijd dat je daarin gaat verdiepen. Want er is al 2 keer... Een sessie geweest, althans een sessie in tijd geweest, een 6 weken periode geweest waarop je kon aangeven wat jouw bezwaren waren. Er zijn inspreeksessies geweest de afgelopen jaren, vanaf 2017 al. Dus als je nu nog steeds denkt van ach, ik heb nog niks eraan gedaan, dan ben je rijkelijk laat. Maar goed, er is nu nog eventjes tijd. Ik heb de hele sessie gedaan omdat je dan ook ziet wat voor dingen er allemaal nog spelen. Want het is niet makkelijk. De ambtenaren hebben enorm veel werk eraan gehad. En met name ook omdat dus die provincie er erg sterk op zit. Die zitten er hard lijns op. Echt zo van zwart is zwart, wit is wit. En de gemeente Best is juist de afgelopen 25 jaar bijzonder laks geweest in handhaving in het buitengebied. Heeft dat maar laten gebeuren. Er zijn tijden geweest dat er niet eens ambtenaren waren die daarmee bezig waren. Dus in die zin zijn dat de 2 uitersten. En die zullen dan toch een keer ergens bij elkaar moeten komen.
Maar uiteindelijk is het zo dat de gemeente nu een besluit neemt over het bestemmingsplan en de provincie daar overheen kan zeggen, maar zo willen we het niet, wij willen het anders. Lekker democratisch, zal ik maar zeggen, maar zo is het wel. Dus het is erg belangrijk dat het besluit van de gemeenteraad zo goed mogelijk is. Nou, ga de video maar eens bekijken. Heb je commentaren erop, zet ze eronder. En als je nog geen abonnement hebt, abonneer je dan op dit kanaal. Dan, als je ook op het belletje klikt, dan krijg je ook notificatie als ik weer een volgende video geplaatst heb. Veel plezier met kijken. Een hele goede avond. Welkom bij deze eerste raadsavond. Vandaag het bijzondere reces. Het enthousiasme is groot, want de zaal zit goed vol. En welkom. We hebben naast een groot aantal raadsleden ook een groot aantal mensen in het publiek. En een aantal mensen daarvan ook zullen inspreken bij het volgende onderwerp. Vanavond staan er drie onderwerpen op de agenda. We beginnen zometeen met het bestemmingsplan buitengebied. Want we volgen met het bestemmingsplan Oorschotseweg tussen 109 en 111. En dat is in één keer een beeld en het wordt de volgende sessie. En als derde het initiatiefvoorstel, uiteraard, Kade Stedenbouw kunnen we zien. Goedemorgen. Van elke fractie zitten er minimaal één persoon in deze raadzaal. En ook thuis een aantal raadsleden achter het beeldscherm. En ik ga de voorzitter niet meer uitleggen, maar steek uw handje voorop, hier of thuis. En dan krijgt u van mij elke keer het woord. Mocht je niet zien, moet u weer roepen. En zoals altijd verloopt het gesprek altijd via de voorzitter. Dan wil ik graag beginnen met het eerste onderwerp, het bestemmingsplan buitengebied. Het college heeft aan het raadsvoorstel bestemmingsplan buitengebied West 2021 aangeboden. Dit raadvoorstel voorziet in een actuele planologische juridische regeling voor het buitengebied van de gemeente West. En zoals u in de sessiefolie heeft kunnen lezen, heeft dit plan al enige historie en ook enige bijdrage. Namens het college zijn de heer Jan-Willem Slijpers en de heer Dijkhoff aanwezig en als ambtelijke ondersteuning Maarten van Tienen en Esther Gans. Er zijn door u al vooral geen technische vragen gesteld en er hebben zich voor dit onderwerp 5 insprekers gemeld. En die bezoeken zo meteen als ze oproepen hier naar voren te komen aan het spreekstuk en hun betoog te doen. En we gaan beginnen met de heer Van der Boom. Dankjewel. Ik heb het even lastig. Dankjewel dat ik hier zeg. Ik hoor niet goed, maar daar hoor ik wel. Ik spreek namens de bewoners van de Haaglaarweg en wij hebben geen bezwaar tegen de uitbreiding van het bouwblad. Oh, ik weet niet goed wat dat gaat in de groep. Wij hebben geen bezwaar tegen de uitbreiding van het bouwblad op Haaglaarweg 2527. Zeker niet als dat gebruikt wordt voor agrarische activiteiten, groente, fruit, boomteelt, alles zonder dierenhouderij. Maar wel hebben wij bezwaar tegen de uitbreiding van het bouwblok als het weer gebruikt gaat worden voor niet-agrarische activiteiten. Dus activiteiten die op een industrieterrein thuis horen. En we hebben meerdere malen op constructieve wijze in lijn met bestemmingsplan en structuurvisie op een aantal punten bezwaar gemaakt. Nou kennen wij hier de structuur niet goed genoeg. Dus het was niet altijd in de lijn zoals men het hier verwacht. Maar ik denk, John, als ik jou bij ons iets wil laten doen, dat je het ook anders doet als ik het verwacht. Maar ik ben geacht volgens jouw personeel of jouw collega's om de wet te kennen. Ik daag ze uit om de wet te kennen in het buitengebied. Ja. Meneer Van der Boom, praat u niet tegen mij, maar praat u alsjeblieft tegen de raad. Beste raadsleden, ik heb hulp gehad van Jo. Jullie hebben allemaal wat stukken gekregen die wij gestuurd hebben en wij hebben gevraagd, waarom kregen wij geen antwoorden? Dat is mijn vraag. Alle stukken die wij gestuurd hebben, is niets mee gebeurd. Waarom?
Ik snap dat jullie hard werken en dat je druk hebt. Maar als wij een brief sturen, dan willen we toch op zijn minst een antwoord. Al zijn er maar drie regels. Dat was eigenlijk. Alle illegale activiteiten vinden doorgang. Op de Haarlemweg 25 al 8 jaar. En wij hebben afgesproken in 2013, middels een bezwaar, dat er een akkerbouwbedrijf gevestigd zal worden. Wat is het belang van de gemeente om dit goed te keuren? Iets wat in strijd is met het bestemmingsplan en de structuurvisie 2016. Helaas rest voor ons nu nog, en dat vind ik heel veel, de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Raad van State. En dan gaan we rollend over de straat, jongelui, maar wat moet, dat moet. Jullie hadden ook gewoon mogen antwoorden. Dank u wel. Dank u wel, even blijven alsjeblieft. Zijn er mensen die vragen hebben aan de heer Van der Boom of die een antwoord willen geven op de vraag die hij aan u gesteld heeft? De heer Meeuwis, u het woord. Dank u wel, meneer Van der Boom, voor uw bijdrage. U heeft toch papier gesteld, dus kunnen we even nalezen wat u had ingebracht. Ook daarvoor dank. Ik hoor twee belangrijke punten die u inbrengt, waarom hebben we een antwoord gekregen? Dat was omdat u een brief aan de Raad had gesteld. Ik neem aan dat u dan doelt op de zienswijze die u aan de Raad heeft ingediend. En die zienswijzes worden vanavond allemaal besproken. En het feit dat u over interpreteert is zeer te prijzen, want we kunnen nog beter begrijpen wat u wilt. Dus ik hoop dat u dat deel, zeg maar, van de procedure ook daarmee ook duidelijk hebt. De tweede vraag is een inhoudelijke vraag. Het gaat over Haarlemweg 25. En u zegt dat daar illegale activiteiten plaatsvinden, die ook voor een structuurschets waren, die in Nederland stand is geweest, en dat geen agrarisch bedrijf was. Over welke activiteiten doet u dan op, die dan illegaal zou zijn? We hebben het gehad over gras uit de hele regio composteren. Ja. Dat composteren in het buitengebied mag nergens in Nederland. En dan ga je niet over schadelijke bijwerkingen hebben, want dat weten we allemaal best. Als je er water bij neemt, dat het niet zo geweldig is als die soep met natuurlijk niet loopt. Maar daar zijn de gevolgen van. Composteren in het buitengebied mag niet. Ik denk dat het rendement lager is als je tegenwoordig de prijs van de dieselolie bekijkt, maar dat mag gewoon niet. Een regionaal machineverhuurbedrijf, dat mag u ook niet in het buitengebied. Dus ik denk, als wij in West geen fout willen maken, dat er heel veel dingen zijn die we wel en niet mogen in het buitengebied. En we weten allemaal verdomd goed wat we wel en niet mogen. Maar olieoverslag mag ook niet. Dat mag gewoon niet. Dat hoort op een industrieterrein buiten. Dus we hebben een hele waslijst, maar dat kun je nalezen. We hebben altijd netjes in overleg met ambtenaren geprobeerd eruit te komen, want wij zijn niet aan het procederen. Maar als we dan geen eens antwoord krijgen op simpele brieven, dan kom ik in de keer mopperen. Ja. Dank u wel, meneer Meeuwis. Ik kijk even rond. Niemand? Meneer Van Boven, dan dank ik u voor uw bijdrage. En dan geef ik het woord aan de heer Van Dun. Achterleden van de Raad. Mijn naam is David van Dun en ik woon aan de Bosangri, samen met mijn gezin. In 2006 hebben we een vervallen woning gekocht aan Bosangri met veel bijgebouwen. We hebben een nieuwe woning gebouwd, passend in het straatbeeld van de straat. In het kader van de kwaliteitsbeheerde landschap hebben we veel bijgebouwen gesloopt en mochten we een deel van de vierkante meters terugbouwen, meer dan het geldende bestemmingsplan toeliet. Behalve de woning hebben we een nagebouw bijgebouwd van 100 vierkante meter en een vrijstaand bijgebouw van 50 vierkante meter met vergunning gebouwd. Het ontwerp bestemmingsplan laat maar 100 vierkante meter bijgebouwen toe. Een deel van de bijgebouwen wordt hiermee wegbestemd. In de inspraaknota wordt door het college nog aangegeven dat de 100 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen meegerekend worden bij de inhoud van de woning. De inhoud van de woning inclusief het aangebouwde bijgebouw bedraagt tussen de 1000 en 1100 kuub. Dat is meer dan de 750 kuub die het bestemmingsplan toelaat, het ontwerp bestemmingsplan. Er zijn volgens ons twee mogelijkheden. Of de inhoud van de woning mag meer bedragen dan het toegestaande 750 kuub, of de bijgebouwen mogen meer bedragen dan het toegestaande 100 vierkante meter.
Nu wordt er niets specifieks volgens perceel geregeld, waardoor een deel van de vergunde en gerealiseerde bijgebouwen worden weggestemd. Dat is vreemd, aangezien in de zienswijzenota wordt aangegeven, de verleende vergunningen zijn altijd uitgangspunt. De achterzijde van ons perceel, die grenst aan de Sonseweg. Op de erfgrens hebben we een hekwerk staan en een hoge haard van circa 3 meter hoog. Volgens het geldende bestemmingsplan mogen aan de achterzijde van ons perceel vullenvrije bouwwerken gebouwd worden. In het ontwerpbestemmingsplan wordt dat uitgesloten door een strook grond een bestemming tuin-landschap toe op te leggen. Wanneer regels opgenomen waarbij vullenvrije bouwwerken zijn uitgesloten. We vragen ons af wie er mee gewaakt is. Het is aan de achterzijde van ons perceel en buiten het zicht van iedereen. We vragen u om deze inperking ten opzichte van het geldende bestemmingsplan niet in te stellen. Verder merken we op dat in de nota zienswijze, wat u aan uw raad voorligt, niet is ingegaan op onze zienswijze van 20 juni 2021, maar wel onze inspraakreactie van 15 maart 2019. De 19 zienswijzen zijn wezenlijk anders dan de inspraakreactie. We vragen u om kennis te nemen van onze ingediende zienswijze en op daarop te reageren. Ik dank u. Dank u wel, heer Van Dun. Ik kijk even rond of iemand vragen heeft. De heer Kennis. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Van Dun, dank voor uw uitleg. Is het mogelijk dat wij uw bijdrage via de regie toegestuurd krijgen? Ja, en kunnen wij die nog een keer rustig maken? Dank u wel, heer Van Dun. Verder van niemand, dank u wel. Dan wil ik graag vragen, de heer Werelds zijn bij. Ik kan helaas niet telefoneren met je iPad. Die kan ik in die telefoneren. De buurman. Hij kleurt dat niet. Allemaal wel. Aan uw woord, heer Werelds. Ik zal officieel beginnen, geachte gemeenteraadsleden en burgerraadsleden en toehoorders. Ik ben Kees Werelds, bewoner van de Oorschotseweg 118 en ik mag me vandaag tot u richten omdat ik vragen heb over de behandeling van mijn zienswijze. Ik heb een zienswijze ingediend met daarin verwoord een aantal bezwaren, stedenbouwkundige overwegingen en argumenten in zaken de mogelijke schade die wij gaan ondervinden door de voorgenomen bestemmingswijziging op het perceel dat wij bewonen. Deze zienswijze werd gelukkig door de gemeente gedeeld en ons voorstel tot wijziging in principe gehonoreerd. De tekst van de handelaar is dan ook als volgt. Reclamant stelt voor het achterste gedeelte van zijn perceel te bestemmen als tuinlandschap en aan een deel waar nu de bestemming is opgenomen de bestemming wonen toe te kennen. Op deze manier blijft de grootte van de bestemming wonen 15,4 meter. Dit sluit aan bij de gedachte van de provincie. Het bouwvlak is dan ook aangepast conform voorstel. En daar zit het probleem. Echter niet geheel zodanig, ook conform verwerkt in de verbeelding bijlage 3 bij het bestemmingsplan. Ik laat u ons voorstel zien en de verbeelding. En ik zal hem ook via de e-mail nog opsturen. Dit was ons voorstel. Ik moet het ook nog binnen 5 minuten doen. Dit was ons voorstel. En dit is de verbeelding. En vooral achter onze garage door loopt nu ineens toch een andere bestemming. En dat is niet de tuin en landschap, dat is gewoon de straat die ik nodig heb om in mijn achterkant van mijn garage te komen. Dus het is anders dan ons voorstel. Ik heb destijds contact gehad met 2 mensen van de gemeente. En mevrouw Fantine en Marco Lutzaaks, maar die werkt niet meer met de gemeente, heb ik begrepen. Die hebben mij schriftelijk bericht dat zij conform mijn voorstel de verbeelding zouden aanpassen. Maar dat is dus niet gelukt en daarover is geen contact geweest. Dus het is voor mij een heel groot vraagteken waarom het nu toch weer in ons nadeel is veranderd. En wij verzoeken u dan ook als raad om ons voorstel alsnog te laten opnemen in de verbeelding, zodat wij goed uit de voeten kunnen op ons perceel. Ik dank u.
Dank u wel, de heer Merels. Ik kijk even rond of iemand een vraag heeft of een opmerking. Niet, zou ik vragen om uw informatie via Griffie, ja, bestuurder, op de bel gaan zitten. Terecht, dat had ik uitgeleverd. Ja, dank u wel. En dan op haar eigen bezoek als nummer 4, mevrouw Van Rossum. Maakt zich zorgen over besluiten die ons, ons gezin, onze omgeving, onze toekomst en soms zelfs ons inkomen beïnvloeden. Liever zou ik zien dat wij worden aangesproken als indieners. Dan is de negatieve klank weg en voel ik me weer serieus genomen. Zoals reeds is beschreven in onze zienswijze is het mij onduidelijk waarom, en daarop komt in mijn inziens onvoldoende terug, waarom is het huidige bestemmingsplan niet in lijn met de beslissing van de gemeenteraad eerder op 2 oktober 2017. Hier is vooruitlopend op het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan de nota van uitgangspunten vastgesteld. Met deze nota van uitgangspunten maakte de gemeenteraad belangrijke beleidskeuzes welke wordt doorgevoerd in het bestemmingsplan buitengebied 2021. De nota is destijds met veel zorg opgesteld en toen heeft er ook burgerparticipatie plaatsgevonden. Volgens deze nota van uitgangspunten zouden wij het aantal vierkante meters aan bijgebouwen kunnen behouden en ook, deze ook elders op het erfverloop terugbouwen. Zoals gezegd is het huidige bestemmingsplan niet in lijn met wat eerder is vastgesteld en pakt het negatief voor ons uit. Vreemd, omdat de nota van uitgangspunten niet zomaar een notitie is van een beleidsmedewerker, maar een zorgvuldig opgesteld document met participatie van de burgers vastgesteld notabene door de gemeenteraad. Ter beeldvorming, wij hebben vier gebouwen op ons perceel, ons huis, boerderij uit 1904, een oud huis wat op de monumentenlijst staat en wat we dus ook niet weg kunnen halen in ruil voor vierkante meters. Bijgebouw wat een volgens de makelaar wel eens gebouw is en dat kunnen we ook niet geschikt maken als het paardenstal wat ik graag zou willen en een oude kippenschuur van 420 vierkante meter die wat ons betreft deels weg kan in ruil voor een kleinere, betere schuur die beter in bij de omgeving past en waar wij dus ook een paardenstal kunnen realiseren. Na ons eerste contact met de heer Boon in 2019 leek de gemeente positief. Begrijpelijk, want de bebouwing centraliseert zich op het erf, er komt minder bebouwing en meer groen. Er is een afname van 220 vierkante meter bebouwing en minimaal 200 vierkante meter afname van bestrating. En waarschijnlijk zal het bouwen van de nieuwe schuur leiden tot ruim 400 vierkante meter minder bestrating. Verder wil ik jullie ook een schets geven van hoe wij zijn. Onze tuin is voor ons net een natuurgebied, maar dan in het klein. Wij hebben nestkasten voor uilen, mezen, mussen, vleermuizen, we hebben insectenhotels. We maken onze eigen compost, we voeren vrijwel alleen echt rioolwater af met riool. Als er schuur wordt herplaatst, hebben we ook ruimte van moestuin en willen we het mini voedselbos starten. We hebben op dit moment een klein bos. We hebben een vijf en meerdere drinkplaatsen voor dieren in onze tuin. Ook onze plannen dragen hier aan bij en ligt ons inziens volledig in lijn met het idee van de gemeente. Meer groen. Er leidt op minder bebouwing, 200 vierkante meter minder bestrating, minimaal 200 vierkante meter minder sanering van asbest en meer mogelijkheden voor groene energie. We hebben onlangs nog een brief gehad over dat we van het aardgas af moeten. Jullie kunnen je voorstellen met het aantal vierkante meters aan bijgebouw dat wij niet klaar zijn met 10 zonnepanelen. Het is volgens ons dus vreemd dat de gemeente niet wil meedenken over een toenadering op onze plan. Ook pogingen om met elkaar in contact te komen lopen uit op mails met steeds dezelfde tekst. En daarin herken ik ook een van de andere toesprekers. Daarnaast is het belangrijk als gemeente om te beseffen dat de huidige maatregel voor ons, maar vast ook voor anderen, averechts werkt. Het gebouw zal blijven bestaan. Iets wat wij en hopelijk ook de gemeente zal betreuren. Het blijft dus onze voorkeur hebben om op een redelijke manier met de gemeente in gesprek. Daarnaast wil ik nog aangeven dat de systematiek van aanwijzen van de stemmingen die jullie gekozen hebben, waarbij bij veel gebouwen strak in de bebouwing is gekaderd, niet werkt. De WO heeft ook geadviseerd dat deze systematiek niet werkt. Niet voor burgers en niet voor de gemeente om te handhaven.
Op deze manier is bijvoorbeeld het aanleggen van een pad rondom het huis of het maken van een extra parkeerplaats die niet geoorloofd als het de bestemming tuin is. Zoals ik ook een van de toesprekers hoor zeggen. Indien het dus in de bestemming tuin valt. Mijn vraag is, waarom hebben jullie dan toch voor deze systematiek gekozen? En kunnen jullie aan jullie burgers uitleggen wat deze systematiek inhoudt? Want ik heb nu het idee dat veel mensen onwetend zijn. En hier komt bij dat in het buitengebied de gemeente blijkbaar beslist over hoe je als burger een tuin mag inrichten. Terwijl een burger in een bebouwde kom zijn, die vraagt tuin vol van kooi met tegels. Zonder dat daar iets van wordt gezegd. Ja, dat was eigenlijk. Nou, ik heb nog 9 seconden over, dit was keurig. Dankjewel voor uw bijdrage. En kijk ik rond, mevrouw Onderling. Dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een vraag, maar ik werd even getriggerd door uw eerste opmerking over het woord reclamant. Als u dat negatief oppakt als klager, dan is dat heel vervelend, want zo is het absoluut niet bedoeld. Het is namelijk gewoon een term die wordt gebruikt voor iemand die heeft gereageerd op, in dit geval, het bestemmingsplan. Wij zien u absoluut niet en met alle insprekers hier als klagen, want u heeft inderdaad, u komt op voor uw leefomgeving, uw inkomen en alle voorbeelden die u net gaf. Dus dat heeft absoluut geen, niet in ieder geval niet de lading die u mogelijk eraan geeft, want dat zou ik heel vervelend vinden. Ja, dankjewel. Dank u wel, mevrouw Ronden. Heer Meeuws. Ja, dank u, mevrouw Ros. Ik heb even gemist, of u heeft het niet gezegd, ik heb het niet gehoord. Over welk adres dat u het hebt? Sorry, Hoefestraat 2 in West. Hoefestraat. Ik wil beter naar de naam. Ja. Punt 6665, daarvoor. Dank u wel. Of thuis is niet geen handjes. Dan dank u voor uw bijdrage. En dan gaat de vijfde spreker, de heer Appeldoorn. Marco Appeldoorn. Ik wil graag gebruik maken van mogelijkheid om inspraak te doen op bestemmingsplan Buitengebied. Ik sta hier namens mijzelf en mijn gezin, dus vanuit die hoedanigheid vertegenwoordig mezelf. Ik had een zienswijze ingediend op de bestemmingsplan Buitengebied. Ik heb daar reactie van de gemeente op gekregen en ik ben het daar fundamenteel, vind ik dat ik daar iets over mag zeggen. Ik vraag ook jullie daar extra aandacht voor van de reactie en hoe wij daarmee om moeten gaan. Het gaat over een perceel op Sonsweg. Dat perceel is tussen huis nummer 7a en nummer 9 in het kadastraal, bekend als sectie 1134, dat is perceelnummer. In het huidige bestemmingsplan waar in 2006 staat op het aangegeven als agrarische bestemming, dat kan. En in 2008 is er door de gemeente een beleidsnotitie vastgesteld door Hugo Kroonen. De beleidsnotitie heet beleidsnotitie voor bebouwingsconcentraties in het buitengebied. En in die beleidsnotitie, die heb ik ook in de zienswijze bijgesteld, zit een aantal verbeeldingen bij. En in die beleidsnotitie zijn er een aantal zones in West aangegeven waarin de bebouwingsconcentraties graag uitgebreid worden. Daar zijn er verschillende, als ik zo kijk rondom de Zonsweg, om het klein te houden, zie je daar Zonsweg 1 is een project waar een aantal woningen uitgezet zijn. En Zonsweg 11 en 13, wat vroeger een kwekerij was, daar zijn ook een aantal woningen uitgezet. Die locaties zijn allemaal aan de buiten van de bebouwingsconcentratie. Zo ook het perceel waar ik zo zet, is specifiek in die beleidsnotitie met een verbeelding en een punt op de kaart aangeven dat oké, daar mogen uitbreidingen plaatsvinden, de bebouwingsconcentratie uitbreidingen. Ik kan de paragraaf opnoemen, maar dat staat allemaal in de zienswijze. Nu is de reactie van, ik heb er ook mijn zienswijze in, want in die beleidsnotitie staan de bebouwingsconcentratie aangegeven. In het nieuwe bestemmingsplan wordt het perceel daadwerkelijk aangeduid als agrarisch. En dat vind ik niet helemaal terecht. Als je een beleidsnotitie hebt vastgesteld een aantal jaren later, dan vind ik ook dat je beleid op moet nemen in je bestemmingsplan. En niet moet zeggen, maar ja, dan, dat, het blijft agrarisch. Ik vind dat wel degelijk een aandachtspunt moet zijn, maar ja, hoe gaan we dat oplossen? Er is een beleidsnotitie geschreven, die locaties zijn aangegeven, dan moet je dat ook in je bestemmingsplan opnemen. En dan moet je niet aanduiden als agrarisch, maar dan moet je daar, ja, weet ik veel, wonen of kanttekening van maken of iets. Maar het kan niet zo zijn in mijn ogen dat je dan zegt, ja, ik chargeer het beeld tegen, we hebben die bestemmingsplan, ja, die blijven iets zijn vergeten en we hopen verder. En ik wil dat feitelijk vastgelegd zijn. Dus dat is hetgeen waar ik mijn aandacht voor vraag aan jullie. Om daar nog specifiek even naar te kijken. Oké, bestemmingsplan, er is een beleidsnotitie gekomen, die percelen zijn aangeduid. En wat gaan we daar nu mee doen?
dan vind ik het, ben ik het er niet mee eens. Dan zeggen we, ja, laat het gaan, we nemen het op als agrarisch. Ja, maar dat kan ik niet snelen. Want wat is het dan? Dan is het agrarisch. Maar we hebben nu duidelijk iets vastgesteld dat het wel een aandachtspunt is. En ik wil dat gewoon vastgelegd hebben. Dat is mijn vraag. Ik had niet goed voor, ik heb natuurlijk niks uit mijn hoofd. Even kijken. Dat was mijn verhaal. Ik weet niet of ik iets wijs heb. Alle bijdragen die jullie hebben, dat doen erbij. Oké, ik kijk even rond op vragen. Die vragen hebben, opmerkingen willen maken. De heer Meeuwis. Ja, dankjewel voorzitter, dankjewel meneer Appeldoorn. Even voor mijn duidelijkheid, u heeft door de perceel de Schotseweg tussen 7a en 9. Ja. De perceel heeft een agrarische bestemming. Is dat, er zit geen andere bestemming, dus geen woning, geen bouwvlak, het is een leeg perceel voor agrarische bestemming. Daar zouden dus in de oude verbouwingsconcentraties een soort intentie voor woningbouw kunnen zijn. Ja. Heeft u nog in die periode dat het beleidsverbouwingsconcentraties eigenlijk hard was nog een poging gedaan om daar een woning te realiseren, een aanvraag gedaan, of komt dat nu pas aan de orde? Nee, er is tussentijds is er wel eens een principeverzoek heb ik wel eens ingediend op dat perceel. Dat volgens mij had de gemeente daar ook een positieve grondhouding in. Maar wat je wel ziet is dat als je alleen een woning eruit realiseert, ja, dan al die locaties die ik net aangeef, er worden allemaal meer woningen realiseerd. Als je erin gaat realiseren, ja, dan moet je heel goed kijken. Dus er is wel eens vaker contact over die perceelbrug, dat klopt. Ja. Dankjewel, heer Appel. Dank u voor uw bijdrage. Ja, iemand nog? Oh, fijn. Oh, sorry. Sorry. Ja. Collega's, dan blijven we. Heer Van Kuijken. Ja, dank u wel. Is dat een extra kabel buiten die vier die destijds gerund zijn bij die tuinderij? Die klassenkweker? Ja, dat is. Of dat valt die daarin? Nee, dat is een ander perceel. Dat is totaal ander perceel. Helemaal een ander perceel. Ja, dat is alleen maar bij voorbezien. Nee, dat is totaal ander perceel. Er zit nog een adres tussen. Ja. Dus dat is soms weg 9. Dan krijg je die 11 en 13 waar die kweker daar was. En dat is het tussen. Het heeft daar niks mee te maken. Nee, zeker wel. Totaal. Ja. Oké, als er geen vragen zijn, dan dank u meneer Appeldoorn. Ja, dankjewel. Dan gaan wij verder met de beeldvormende sessie. En ik wil voor het eerst geven aan de portefeuillehouder. Ik kijk even naar de twee. De heer Dijkhoff voor de portefeuille inleiding. En daarna kan het van Maartje Martine direct doorgaan met haar presentatie. Heer Dijkhoff. Dankjewel, voorzitter. Ja, gezien dat de voorzitter al kijkt, die moet je nu aankijken. In dit geval ben ik dat. Niet dat ik de bestemmingsplannen doe in het nieuwe college, maar dit is een langlopende zaak die al vanuit het vorige college al bezig geweest is. Vandaar is afgesproken dat ik deze afhandel en zo zullen we misschien nog een paar komen de komende tijd. Maar alle nieuwe bestemmingsplannen gaat mijn collega de heer Slijper natuurlijk behandelen. Het is een lang proces geweest. En er zijn meerdere aanvullingen geweest gedurende het proces. Denk aan het gebied van duurzaamheid, de grondvelden die we ingevoerd hebben. Daarom ben ik blij dat we het nu eindelijk kunnen gaan behandelen. Dat we zeggen, oké, met wat uitstel is het nu toch klaar om te gaan behandelen. Zeker die aantal zienswijzen, dat had gewoon de nodige tijd nodig om dat zorgvuldig te doen. Dat betreft de huidige stand van zaken. Maar zoals u weet, een bestemmingsplan is niet in beton gegoten. Er kunnen altijd wijzigingen op aangebracht worden. Dus we hebben echt eens handelijk gekeken wat is nu besluitrijp en ligt voor en kunnen we opnemen. En wat, gezien de vraagstelling van net, waar is nog geen actueel plan voor, ja, dan kun je dat ook niet opnemen. Dus daar is goed naar gekeken. En als er nog wijzigingen komen, dan krijg je gewoon een wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd. Maken we iedereen blij? Nou, we hebben 5 insprekers gehad die niet zo blij waren, dus wij gaan niet iedereen blij maken. Gezien het feit dat er veel belangstelling is, ook vanuit de raadsleden, ik had even snel geteld, dat zijn er al een stuk 15 en dan nog een aantal thuis. Dus het kan op uw alle aandacht rekenen en dat is fijn. Uiteindelijk is het een zeer uitgebreid plan geworden. En degenen die alles gelezen hebben, hebben daar de nodige uurtjes in moeten investeren.
waarvoor mijn dank dat u dat gedaan heeft, uw bereidheid, want het is niet niks. Ik heb ook eens afgevraagd van, als ik nou ambtenaar zou zijn, en de enige ambtenaar op dit dossier, dat is gewoon niet te behappen voor één persoon. Dus daar moeten echt meerdere personen in bezig zijn, meerdere afdelingen. Maar op het moment dat je dat doet, heb je ook frictieproblemen. En ook die zijn er een paar uitgekomen. Waarom is dit niet opgenomen? Ja, dat lag bij een andere afdeling en dat wist ik niet. Dus er hebben wat herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. En we sluiten niet uit dat dat allemaal nu helemaal perfect is. Maar goed, moeten we perfectie nastreven, we kunnen nog een jaar besteden. Het is nu besluitrijk en we hebben ons best gedaan om alles erin te zetten. En we danken ook de insprekers en iedereen die de moeite heeft genomen om eens kritisch naar hun eigen perceel te kijken en daarop terug te komen. Dat helpt ons echt om daar een goed stuk van te maken. Dus ook dank voor alle inwoners die dat gedaan hebben. De presentatie vanavond zal vrij beperkt zijn. Want wat voor presentatie moet je geven over al deze stukken? Degenen die ook de vorige periode in de raad gezeten hebben of als burgerlid, hebben ongetwijfeld al informatieavonden bijgewoond, zijn aan informatieavonden bij inwoners geweest, in het buitengebied hebben een aantal plaatsgevonden. Dus u heeft al veel informatie over dit onderwerp. Maar het stelt u ook in de gelegenheid, buiten dat een aantal accenten ambtelijk gezet worden, om uw accenten nog eens even vanavond duidelijk te maken door het stellen van vragen. Daarbij geef ik niet de garantie, ik hoorde net al de gedetailleerdheid van de vragen, dat alle vragen vanavond beantwoord worden. Maar voor de volgende sessie, de oordeelsvolgende sessie, zullen we alle vragen beantwoorden. En misschien een kort antwoord vanavond met nog wat verdere uitbreiding. Vanavond dus de beeldvorming. Ja, dat heb ik al gezegd. En die gelegenheid dat u ook vragen kunt gaan stellen en die we nader uit zullen zoeken. Komen er nog meer bij u op? Stel ze gerust, want het is gewoon een omvangrijk dossier. En we moeten hier met z'n allen goed doorheen gaan komen. En voor de volgende sessie nogmaals zullen we die beantwoorden voor u. Dank u wel, voorzitter. Ja, even een vraag nu. Geef je dan ook een reactie op de vragen die gesteld zijn door de inspreker? Vind je dat inderdaad een behoefte dat u een korte reactie geeft? Want er worden een aantal dingen voorgelegd waarvan wij denken, ja, dat klinkt heel sympathiek, maar we weten niet hoe dat uit het lezen gaat. Daar gaan we natuurlijk op die vijf insprekers. Daar heeft u de tekst ook van dat een aantal punten een korte reactie kunt geven volgende keer. Anders gaan we die vragen toch krijgen waarschijnlijk. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb ze ook opgeschreven, want dat zijn echt verdiepende vragen waar we echt goed even naar moeten kijken. En niet dat mevrouw Bettine niet al een korte reactie zou kunnen geven, maar dat is aan haar ambtelijk gezien. Maar er zitten ook een paar politieke geladen vragen bij waar ik gewoon even goed de tijd voor neem om daar goed antwoord op te dichten. Dat deel ik ook natuurlijk. Dank u wel. Dank u wel. Als het goed is, komt de presentatie eraan. Ja. Ik wil een kort even meenemen in het voorstel zoals het er nu ligt. Even gaan we de toer en de historie en verder het voorstel zoals het er nu in ligt, zeg maar even per punt kort wat toelichten. Ja, even terug naar wat is nou eigenlijk ook alweer het doel van dit bestemmingsplan zoals het ervoor ligt. Op dit moment ligt in het buitengebied toch wel een enigszins lappendeken van verschillende bestemmingsplannen. Je hebt het grootste deel is wel bestemmingsplan 2006, maar we hebben dus ook nog rondom Aalen een heel groot stuk bestemmingsplan buitengebied 2002. En daar is nog een echt een oud plan, zeg maar, dus een soort pdf met kaartjes, dus het is helemaal nog niet digitaal. En we hebben nog een paar locaties waar echt nog 1982 geldt, of 83 zoiets, rond die koers. Dus nou, de bedoeling is dus om nu één actueel conserverend plan, dus alles wat er nu is, op te nemen. Zoveel mogelijk gewoon wat er is te bestemmen. En dus niet zozeer echte ontwikkelingen mee te nemen, dat doen we in de aparte procedures, maar echt de bestaande situatie. Daarnaast is het de bedoeling om echt aan te sluiten op nieuw provinciaal en gemeentelijk beleid. We hebben natuurlijk in 2016 een structuurvisie buitengebied vastgesteld. En er is een interim omgevingsverordening van de provincie met allerlei regels rondom BZV, Brabantse zorgvuldigheidsscore, wat zegt u daar iets? Maar er zitten natuurlijk heel veel regels in die wij ook gewoon door moeten vertalen in het bestemmingsplan. Nou, dat nemen we dus ook allemaal op.
maar ook vanuit de structuurvisie inspelen op die maatschappelijke ontwikkelingen, vakontwikkelingen. Dus wat standaard omschakelingsmogelijkheden hebben er allemaal in zitten. Dus dat is echt het doel, die flexibiliteit. De voorzienis in 2017 is een nota van uitgangspunten door uw raad vastgesteld. Daarna is aan de gang gegaan met het opstellen van het voorontwerp. Daar heeft in 2019 de inzage in gelegen. Daar zijn toen 100 inspraakreacties en ook vooroverlegreacties op ingediend. Een hele pluif en ook door de provincie een heel uitgebreide reactie. Dus daar is ook wel enige tijd overheen gegaan om dat te verwerken. Nou, in halverwege 2021 heeft het ontwerp de inzage gelegen. En daarom zijn dus 75 zienswijzen ingediend en is een advies door de commissie MER gegeven op de MER zoals die ook gelijktijdig de inzage had. Oh, dat is bijna niet te lezen, maar ja, daar wel. Dit is even opgesomd het raadsvoorstel zoals het nu ligt, alle punten van het raadsvoorstel. Ik ga er gewoon één voor één even langs om enigszins toe te lichten wat is nou welk punt. Nou, het eerste is het plankosten. We zeggen dus, hoe geen exploitatieplan vast te stellen was voor de enkele ontwikkelingen die erin zitten. Dan gaat het bijvoorbeeld over een omschakeling van een agrarisch naar een woonbestemming. Dat soort zaken, dat zijn vrij eenvoudige ontwikkelingen. Hebben we met 10 ondernemers of die inwoners hebben we allemaal overeenkomsten gesloten. Dus daarvoor hoef je geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten, zoals dat wettelijk wordt genoemd, anderszins zijn verzekerd. De planmer, dat bij de bestemming van buitengebied hoort een planmer. En daarop is door de commissie MER vorig jaar, ook in juni, een advies uitgebracht. En aan de hand daarvan, van dat advies, is dus een aanvulling van de planmer opgesteld en die is ook bijgevoegd. En ja, de vraag is dus ook om die vast te stellen bij het voorstel. De nota van zienswijze, daar ga ik even iets uitgebreider op in, omdat het een heel belangrijk onderdeel is van het ontwerpbestemmingsplan. Nou ja, het ontwerpbestemmingsplan heeft dus vorig jaar van 28 april tot met 8 juni erin zagen gelegen. We hebben 75 zienswijzen en die zienswijzen gaan voornamelijk in op... ja, ik denk dat de sheet moet komen. Ja, het zijn heel vaak reacties zoals we net ook al hoorden van insprekers op een eigen perceel. Het is net niet helemaal goed opgenomen, maar ook over ontwikkelingen, zoals ik net al zei, die omschakeling van een agrarisch bedrijf waar geen agrarisch bedrijf in zit naar een woonbestemming, dat soort zaken, een vormverandering. Heel veel reacties ook over de woonbestemming, net kwam er ook al eentje aan de orde. Daar hebben we ook wel een heel, heel uitgebreide discussie met de provincie over gehad, daar kom ik net een beetje op terug. We hebben natuurlijk verschillende postzegelplannetjes gehad. Net hoorde ik soms weg een paar keer noemen. Ja, nou, die worden onder andere ook opgenomen. Maar die postzegelplannen hebben vaak heel specifieke regels. Dus heel specifieke bouwregels, hoogtes, grote hoogte of een dakhelling. Ja, in zo'n generiek plan is, ja, moet dat allemaal weer los worden vertaald. Dus daar waren zienswijzen over. En over cultuurhistorische waarden die we aan verschillende panden hebben toegekend. Die zit ook als bijdrage bij het stuk. De inventarisatie van de cultuurhistorische waarden. Daar zijn verschillende mensen ja, die daarop hebben gereageerd en ook de archeologische waarden. De zienswijze van de provincie, zoals ik net al zei, ja, de woonbestemming is wel een heel uitvoerig zeg maar, onderdeel van de reactie van de provincie. Wij hadden in het vorige bestemmingsplan, even teruggaan, ik heb daar eerder een presentatie over gegeven, vorig jaar september volgens mij. Maar nog heel even terughalen, we hadden in het oude plan een soort van stippen. En daarmee zeiden we, de woonbestemming mag 1500 vierkante meter zijn, maar zonder het exact te begrenzen. Dus dat laat je eigenlijk heel veel vrij. Maar het is gewoon 1500 vierkante meter en dat is het. En daarbuiten mag dan eigenlijk geen woonbestemming zijn. Maar waar we dus tegenaan liepen en waar de provincie op reageerde, is dat je niet zomaar die woonbestemmingen
kunt uitbreiden en mag uitbreiden, omdat je dan een tegenprestatie volgens de verordening van de provincie moet leveren. En daar hebben we dus heel erg gezocht naar hoe gaan we dit oplossen, in gesprek geweest met de provincie. En ja, zoals het er nu voor ligt, met een woonbestemming, een tuinbestemming aan de voorzijde waar inrichten mogen zijn. En aan de achterzijde, als het een goed landschappelijk ingepaste tuin is, een bestemming tuinlandschap. Dus dat is het voorstel zoals we het nu doen. Waarvan we hopen dat de provincie hierover, we hebben dit natuurlijk wel besproken met de provincie, dus we hopen dat ze hier ook gewoon mee akkoord kunnen gaan. De provincie heeft verder nog opmerkingen. U kunt natuurlijk al zien in de nota van zienswijze een heel uitgebreid verhaal over de kwaliteitsverbetering van het landschap, sommige tegenprestaties bij ontwikkelingen, over het natuurnetwerk Brabant, dat dat niet op alle punten helemaal klopt. Over enkele veehouderijen. Ze hebben een opmerking gemaakt over de wonen en de meergeneratiewoningen die wij specifiek mogelijk maken. En over verschillende niet-agrarische bedrijven. Dat er dingen worden toegestaan die eerder niet konden zonder onderbouwing of dat soort dingen. En het volgende punt, ja, het is nota anderhalve verwijzingen. Los van alle zienswijzen hebben wij natuurlijk zelf ook dingen geconstateerd die er net niet helemaal goed in zaten. Of verbeteringen op de verbeelding, maar ook in de toelichting. We hebben natuurlijk inmiddels nieuw beleid voor de omgevingsvisies vastgesteld. De visie duurzame energieopwekking buitengebied is vastgesteld. Nou, die zijn inmiddels ook weer opgenomen, allemaal in de toelichting. En die verbeteringen zijn dus in de verbeelding en de regels verder opgenomen. Ja, het puntje 5 is de landschapsinvesteringsregeling. Wij stellen naast het bestemmingsplan ook nog voor om de landschapsinvesteringsregeling zoals die er nu ligt en die in 2019 is vastgesteld, om die op één klein puntje aan te vullen. En dat gaat dus voornamelijk om het vergroten van bijgebouwen bij woningen, zonder dat daar sloop wordt uitgevoerd, zeg maar. We hadden ook in de bestemmingsplan de sloopbonusregeling zitten en er komt er op neer dat als er meer bijgebouwen staan dan nu toegestaan, dan die 100 vierkante meter, en je sloopt die, dan mag je daar 50% extra van terugbouwen tot een maximum van 300 vierkante meter. Maar sommige mensen die hebben geen gebouwen te slopen, heel weinig, of en die willen eigenlijk toch ook die 300 vierkante meter gebouwen bij te bouwen voor inderdaad, hoor ik straks ook wel zeggen, paarden, dat soort dingen. En in onze nota van uitgangspunten hadden we ook opgenomen dat inderdaad met een tegenprestatie, kwaliteitsverbetering, we dat mogelijk zouden kunnen maken anders dan sloop. Dus daarop hebben we hem aangesloten en hebben we in artikel 7.3.1 een toevoeging gedaan dat het dus ook zonder sloop kan, maar mits dus een tegenprestatie gelijkwaardig als dat er zou worden, worden verleend, of ja, wat er zou worden gedaan bij als er wel sloop zou zijn. En dat is dus punt 5 van het voorstel. Nou, even het vervolg. Oordeelvormend. 26 september, als het goed is, dus besluitvormend. Na het besluit van de Raad, dat is wel belangrijk om te weten, heeft de provincie nog 6 weken de termijn om te reageren. Omdat wij de provincie een zienswijze heeft ingediend en we stellen het dan gewijzigd vast. Het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp heeft de provincie 6 weken de tijd om daarop te reageren en om te kijken of wij goed met hun zienswijze zijn omgegaan in feite. Ze zouden dan, als ze het er niet mee eens zijn, een reactieve aanwijzing kunnen dienen. Ja, die kans bestaat, zeker het feit zeg maar, dat hun reactie heel uitgebreid was. Maar ja, we hebben natuurlijk geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te komen richting de provincie en aan te sluiten op de verordening zoals die er ligt. Vervolgens krijgen we een groepstermijn, die is ook 6 weken, daar kan iedereen op reageren en ook de mensen die de zienswijze hebben ingediend zouden dan in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. En als in die periode geen voorlopige voorziening is aangevraagd, dan treedt het plan na die 6 weken in werking. Al is het nog niet onherroepelijk, want onherroepelijk is pas
uiteindelijk na de uitspraak van de Raad van State. Dan was het voor mij zover. Dank u wel, mevrouw Tiemen. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Ik begin gewoon aan deze kant, dan gaan we weer naar Rijnhof. De heer Vader. Ik heb twee vragen. De eerste is, wat is een voorwaardelijke verplichting? Dat zie ik een hele rij van tussen de 77 bijdragen. Dat is voor mij de eerste keer dat ik die term tegenkom. En de tweede vraag is wat meer inhoudelijk. Dat is ten aanzien van ons visiedocument energieopwekking in het buitengebied. Daar noemde u het weer dus daarnet ook even aan. Hoe zit die nu in het bestemmingsplan verankerd? Want ja, we hebben geleerd dat visiedocumenten en dergelijke ons af en toe in de steek laten bij bestemmingen. Dank u wel, de vader. Ik kijk even verder. Mevrouw Mondrie. Ja, even een technische vraag. Daar ging u even heel snel even als het ging om de procedure. Na de besluitvorming heeft dus inderdaad de provincie nog de gelegenheid om bezwaar te maken. Daar hebben ze 6 weken de tijd voor. Alleen op het moment dat de provincie dat doet, treden die volgende 6 weken in werking. Begrijp ik dat goed? Want u gaf aan, hè, 6 weken daarna, dan is het voorwaardelijk vastgesteld. Dank u wel, mevrouw Pondrie. Ik kijk even verder. Heel erg uit. Ja, dankjewel. Ja, u had het net over het punt 5, hè, dat maximale uitbreiding kon plaatsvinden tot 300 meter. De eerste spreker die had het daar eigenlijk ook over, die wou ook een stukje uitbreiden. Maar van de andere kant zie ik ergens op perceel 1100 meter aan bijgebouw, waar niet gesloopt is worden. Dat vind ik toch een tegenstelling tegenover elkaar. Hoe is dat mogelijk? Plus dan nog een woning van ruim 1000 vierkante meter, die bijna niet 2 hoog is, alles maar 1 hoog. Dan zitten we ongeveer aan een 1500 vierkante meter volgebouwd. Kan dat? En waarom kan een ander het niet? Dat is steeds mijn weten. Dank u wel, heer Van Kuik. Heer Bond. Ja. Of mevrouw Zandwijk. Ja. Ik had dus een vraag eigenlijk ook van de provincie. Je gaf aan van nou, we hopen dat we dat goed verwerkt hebben. Is er tussentijd geen toets geweest van om... Nou ja, hè, in hoeverre wat de reactie dan van de provincie is. En ik zeg dat naar aanleiding van de procedure, zegt 6 weken reactietermijn van de provincie. Dan is het klaar vanuit de provincie, of kunnen we dan ook weer terug richting de provincie? Als we er niet mee eens zijn. Dank u wel, Handwijk. Mevrouw Dries. Dank je wel, voorzitter. Ja, ik heb toch echt wel enkele inhoudelijke vraagjes ook. Het begint eigenlijk met het advies MER en dan vooral over stikstofregel. Dus we hebben 3 adviezen uitgesproken en heel eerlijk gezegd begrijp ik niet precies wat er nou staat. Zou je dat kunnen toelichten alsjeblieft? Dat is 1. Verder is een van de ambtelijke wijzigingen dat teeltondersteunende voorzieningen aangepast worden in permanent. Aan de andere kant geeft het waterschap aan dat zij teeltondersteunende voorzieningen overkant met plastic zien als verhard oppervlak. En een stukje verder staat weer, we gaan hydrologisch verantwoord bouwen. Dit zijn 3 dingen die bij mij tegenstrijdig zijn en hoe vallen die in elkaar in het plan? Eens even kijken. Verder las ik op pagina 58, en dat vond ik een hele rare. Het plaatsen van een paardenbak buiten het bouwblok is wel mogelijk voor hobbymatig gebruik, maar niet bij een agrarische locatie. Dus als je hobbymatig als agrariër een paardenbak wilt bouwen, mag dat niet buiten je bouwblok. En woon je daar als zonder agrarisch bedrijf, mag dat wel. Klopt dat? Verder lees ik dat het niet wenselijk is dat een kleinschalige agrarische locatie overgenomen wordt door een andere grotere ondernemer. Mijns inziens is dat voor de kleine agrariër een hele mooie optie. De grote agrariër moet aan dezelfde eisen voldoen als de kleine. Vaak kan een stoppende ondernemer daar nog zijn eigen werkzaamheden en zijn eigen passie in kwijt. Ik snap niet helemaal waarom dat niet mogelijk geacht wordt. Graag daar een reactie op. Verder gaat het over het omschakelen naar
pluimvee, geiten en herten is niet mogelijk. Misschien een vraag naar de bekende weg, maar is van het ene pluimvee naar het andere pluimvee wel mogelijk? Het spoor, dat had ik al. Verder wordt er ook aangegeven bij educatie dat het niet gewenst is dat er, dat er niet meer dan 4 bezoeken per jaar zouden mogen zijn. Nou weet ik eigenlijk dat er hele mooie initiatieven zijn op educatiegebied. En waarvan het heel belangrijk geacht wordt dat basisschoolleerlingen ook in aanraking komen met agrarische bedrijven. Waarom is er voor 4 keer gekozen? En wat zijn eventueel mogelijkheden voor als dat vaker gedaan zou moeten zijn? Zijn er dan vergunningen voor nodig en hoe ver gaan die? Op pagina 61 wordt er gepraat over volwaardige detailhandel. Wat is volwaardige detailhandel? Ook in pagina 61. Even kijken hoor. Ja, ik vraag me af in hoeverre is het mogelijk om als bedrijf in transitie dingen uit te proberen. Je bedoelde net zelf van voren zijn, we willen flexibel zijn, er zijn bepaalde dingen genoeg. Maar een ondernemer moet natuurlijk gaan uitzoeken wat bij hem past, wat op zijn locatie past en wat mogelijk is daarvoor. Zijn daar ook mogelijkheden om daar termijnen aan te hangen en zijn die binnen de regels te doen? Nou, ik laat hem hier wel eventjes aan. Ja, ik kan me voorstellen dat u misschien niet over antwoord kunt geven straks, want dat is een zakenwijze. Dat u dan bijvoorbeeld in een schifting maakt van deze doen we schriftelijk af en die kunnen we dan bij de volgende sessie eventueel discussiëren, want anders gaan we straks heel lang voor discussiëren. Er waren een aantal uitspraken zijn voor de wethouder in elkaar die dat ook op zich zal nemen. Meneer Krom. Dank u wel. Ik zie staan dat in het kader van de participatie 65 zienswijzen zijn ingediend. Kunt u iets vertellen over hoe die zijn behandeld, hoe zijn die getoetst, hoe zijn die ingepast, op basis waarvan wordt er bepaald of iets wel of niet wordt ingepast? Wat is het toetsingskader voor die zienswijze? Dank u wel, aan de andere kant toe. De heer Bogaert. Ja, dankjewel. Ik heb eigenlijk meer een vraag. Wij raadsleden en fracties zijn regelmatig geconfronteerd met mensen die dus onder dwang van alles moeten afbreken in het buitengebied. Naar aanleiding van zienswijze van de provincie of op een andere manier. Maar als die mensen kleine aanpassingen nemen, ik kan het voorbeeld noemen van iemand die had een pand dat hij in de commerciële verhuur had, maar met die kleine aanpassing is het een B&B geworden, maar het blijft staan. Maar er werd gedreigd met dwangsommen en afbreken. En waarom is er vanuit dit huis niet meer creatief meegedacht met mensen die in de problemen komen of gekomen zijn? Dank u wel, meneer Bogaert. Ik kijk even verder. De heer Meeuwers. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, Tine, voor de toelichting. Maar ik denk dat ik u tijdens het hele ambtelijke team ook kunnen complimenteren. Het wonderlijke werk wat hier de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Er liggen 75 stukken rond ter beoordeling en we hebben 2 weken om dat helemaal af te handelen. En we voelen dat u een zware taak heeft gehad, maar dat wij ook niet lichtzinnig mogen opvatten. En dat is best wel een heavy ding, zal ik maar even zeggen. Om dat maar even vooraf te zeggen. Ik heb toch een paar inhoudelijke vragen nog. Ten eerste, u gaf aan het begin aan dat het een conserverend bestemmingsplan is. En ik heb dat ook proberen na te zoeken in het kader van de eerdere uitgangspunten, beslissingen en beleid over vrij congregatie bebouwing. En ik heb toch het gevoel gehad dat de raad de nodige ruimte heeft geboden om allerlei veranderingen en uitbreidingen toe te laten die in de structuurvisie zouden passen. Inclusief kleinschalig ontwikkelen van woningen en nieuwe functies waar de heer Van den Boga denk ik ook een voorbeeld van noemt. Ik had eigenlijk gedacht dat het niet zozeer conserverend meer zou zijn, maar dat er eigenlijk op een aantal punten via de keukentafelgesprek en al die andere dingen die eerder genoemd zijn, gezocht werd om een aantal stoppende ondernemers eigenlijk een overgangsfase te bieden. Als u een rapport schrijft dat van de 68 agrarische ondernemers de 30 gaan stoppen of overwegen te stoppen en nummer 34 doorgaan, dan heb ik het idee, oké, er staat een soort grote transitie te wachten. En ik had verwacht dat dat
hierin vertaald zou worden dat we op meer plekken eigenlijk overgangsbestemmingen zouden krijgen en wat minder conserverend op de agrarisbestemming. Kunt u toelichten waarom dat toch conserverend is en dat al die flexibele mogelijkheden zoals de verstedelijking er toch niet benut zijn? Het tweede punt is, daar zei de ChristenUnie net ook al gemaakt, de provincie was erg kritisch. Ik schrok wel van de toen de zienswijze las met de 23 pagina's met heel veel percelen en een harde kreet van waarom overleg je niet met ons. Dus ik uit uw toelichting maak ik op dat het wel veranderd is. Maar ik vind wel de politieke inschatting die ook andere partijen vragen van is daarmee dit een voldoende voorgebakken stuk waar dadelijk de hobbel van de provincie gaat nemen of krijgen we nog een keer dat allerlei percelen afgeknepen worden of onder de regie van de provincie komen. Dan heb ik een puntje, dat is eigenlijk een actueel politiek principieel punt en dat is de MER, waar andere partijen net ook al over begonnen. Maar ik schrok eigenlijk van de vrij harde zin, ik lees hem even voor, met dit bestemmingsplan wordt de mogelijkheid voor uitbreiding van veehouders opnieuw vastgelegd. En is de bestemming van de opmaak van later merkbeoordelingen, bijvoorbeeld voor het uitbreiden van intensieve veehouderij, voor fokken van hen en varkens enzovoort, omdat er overlast naar de Natura 2000 gebieden komt. En toen dacht ik, mijn god, als minister is van alles aan het proberen om de reductie hand naar voeten te geven en wij gaan een bestemmingsplan goedkeuren wat uitbreiding toestaat. Kunt u mij helpen waarom dat we die uitbreiding mogelijkheden hierin moeten zetten en of we daar nog een politieke afweging in kunnen maken. Dan de voorbeelden van de insprekers hadden wij eigenlijk ook bij het lezen van de bestemmingsplan dat er diverse individuele percelen zijn waar soms interpretatieruimte wel of niet eerder toezeggingen, intenties uit eerdere stukken zaten. Heeft de Raad nou de mogelijkheid om op individuele percelen bij spreken toch nog een zienswijze te honoreren of een bestemmingsaanpassing door te voeren in de laatste besluitvorming. En de laatste vraag, dan herhaal ik eigenlijk die van de PvdA, dat is over de visie van de duurzame energieopwekking. Dat is inderdaad een stuk waar ik eigenlijk ook wel snap hoe dat eraan gehangen is. Maar geeft dat ook de mogelijkheden als de Raad in de toekomst die visie wil updaten, bijvoorbeeld omdat er 34 agrarische ondernemingen die allemaal eigen hindercirkeltje hadden gaan stoppen, waardoor er misschien wat meer mogelijkheden voor energieopwekking zijn, dat we dus toch straks met een actuele visie daarmee ook een bestemmingsplan weer nieuwe mogelijkheden geven. Kan dat? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, Remedius. Ik denk die herkenning zo gezien. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een paar algemene vragen. Naar aanleiding van de introductie doen we ook hierin. Waarvoor dank. De eerste is, ook wij waren geschrokken van de reactie van de provincie en de vraag die dan bij ons opkomt van hebben wij die reactie niet goed ingeschat? Hebben wij er langs gezeten? Zat de provincie er langs? Er is ergens een stukje discrepantie in het beoordelen van de dingen die gaan plaatsvinden of die zouden kunnen gaan plaatsvinden. Het is wel fijn om te weten waar het vandaan komt, om in ieder geval uit te sluiten dat het toekomstig nog een keer zo gebeurt. Misschien dat u daar heel kort uw licht over kunt laten schijnen. De tweede vraag, daar is net ook al over gesproken. We hebben van de heer Ubars begrepen dat er in het verleden een fors aantal handhavingsbrieven gestuurd zijn, waaronder een aantal naar bewoners, ondernemers in het buitengebied. Aangezien in de tekst, in hetgeen waar we nu over spreken, ook staat, we proberen te legaliseren daar waar het kan, zijn wij erg benieuwd of we daarmee een aantal handhavingszaken uit de wereld hebben kunnen helpen. U hoeft daar nu niet over te antwoorden, maar het zou wel prettig zijn om te weten of dat gelukt is of gebeurd is, ja of nee. De vraag over de mogelijke uitbreiding. Technisch gezien de mogelijke uitbreiding van agrarische activiteiten waar je meer over sprak, die zien wij ook met vertrouwen, of nee, niet met vertrouwen, maar met belangstelling tegemoet. En we hebben ook nog een vraagje, er zijn een aantal agrarische bedrijven in het buitengebied die een tweede functie erbij hebben als gevolg van hun eerste agrarische functie. Wat gebeurt er, of wat mag er gebeuren met die tweede functie als
het agrarisch bedrijf stopt agrarisch bedrijf te zijn en er een succesvolle functie overblijft die eigenlijk in het buitengebied niet thuis wordt als zelfstandig bedrijf. Is daar over nagedacht en wat kunnen we, moeten we daar eventueel mee? Verder kijken wij uit naar reacties op de 5 insprekers en als laatste de vraag die net was oppopt. Als ik het goed begrijp, mensen die een ongewenste situatie hebben op hun perceel in het buitengebied, die kunnen we enthousiast maken om dat bijvoorbeeld af te breken en iets anders toe te staan. Dus iets wat niet fijn is, vervang je door iets wat fijn is. Wat bij de buurman kan oproepen, hé, hij mag iets doen wat fijn is, maar ik heb iets, ik heb niks wat niet fijn is. Help mij eens om iets te doen wat ook fijn is, maar ik heb geen compensatie. Dan kunnen we aan de gang blijven. Dus vanwaar die gedachte van, ik wil ook wat een ander kan. Terwijl dat eigenlijk, eigenlijk een beetje ongepast is volgens mij, maar er zijn ongetwijfeld goede redenen voor. Wij zijn er niet. Dank u wel. Heer Kennis, ik kijk even naar de wethouder en de antwoord vul ik op. En op welke wijze antwoord wil ik geven? Dat is zeker, nou we gaan eerst even schorsen om dat even uit te leggen. Of wilt u volgens mij beginnen aan de beantwoording? Ja, ik wil gewoon beginnen. Ik heb meegeschreven die 15 houden. En ik denk dat ik al een heel aantal vragen zo kan beantwoorden. Ja, dan wil ik u vragen van meteen naar wat het kan voor hetzelfde lijntje af te gaan. Ja, zeker ja, dat ja, het antwoord is per persoon en dan gaan we door met tot op ons zijn. Ja, nee, lijkt me prima. Ik zou zeggen, gaat u gaan. De eerste vraag over de voorwaardelijke verplichting, wat is dat nou? Nou, dat is eigenlijk feitelijk leg je in die voorwaardelijke verplichting vast. Het gaat eigenlijk altijd om een landschappelijke inpassing. Die moet je juridisch gezien borgen in het bestemmingsplan, dat die ook gerealiseerd gaat worden. Dus dan heb je het, die voorwaardelijke verplichtingen zijn eigenlijk altijd gekoppeld aan een ontwikkeling. Een ontwikkeling gaat gepaard met een landschappelijke inpassing en die borgen we met die voorwaardelijke verplichting dat die ook gerealiseerd gaat worden. Als je dat niet doet, kun je er uiteindelijk niet op gaan handhaven dat die niet gerealiseerd is. Dus dat is het belangrijkste van die voorwaardelijke verplichting. Dat moet je bestuursrechtelijk dus in het bestemmingsplan regelen en niet alleen in een anterior overeenkomst. Dus dat is de reden van die voorwaardelijke verplichting. En het is zo dat er ook voorwaardelijke verplichtingen uit andere postzegelplannen in zitten. Bijvoorbeeld noem soms weg 11-13 zit volgens mij ook die voorwaardelijke verplichting in een Broekstraat 11. Volgens mij zit die ook één op één kon overgenomen uit het bestemmingsplan zoals het destijds is vastgesteld. De visie duurzame energie op het buitengebied, die hoorde ik een paar keer terugkomen. Die staat in de toelichting opgenomen. In feite is daar niet specifiek een regeling voor in de regels van het bestemmingsplan opgenomen. Het is meer een achtergronddocument vanuit het beleid wat geldt in het bestemmingsplan buitengebied. Dus mocht de raad besluiten dat visiedocument willen aanpassen, dan kan dat. Het is alleen in de toelichting dus opgenomen, maar we hebben er dus geen directe regels aan gekoppeld. Het enige wat we hebben opgenomen is een kleinschalige regeling voor zonnepanelen voor maximaal 50 vierkante meter. Ik weet het artikelnummer niet, maar dat is eigenlijk een doorvertaling van de huidige kruimelgevallenregeling die vervalt als de omgevingswet in werking treedt. Ik kan jullie verduidelijken, mevrouw. Ja, inderdaad. Dankjewel, voorzitter. Ja, ik vroeg me dus af, als bijlages erbij hangt, erbij hoort, wordt het dan formeel vastgesteld of niet? Met andere woorden, kan een ander daar de rechten aan ontlenen of kunnen wij daar plichten tegenover moeten stellen? Dankjewel. Hij zit volgens mij niet als echt visiedocument aan het bestemmingsplan gekoppeld, maar echt in de toelichting benoemd als zijnde dit is het beleidskader zoals het nu geldt in het buitengebied. Dus de toelichting is ook niet juridisch bindend. Het is het kader waarbinnen wij nu de regels en de verbeelding vaststellen. Dus als die visie wordt veranderd, dan is dat het nieuwe kader en op dat moment toetsen we dan ook aan dat kader.
En zoals jullie bekend zijn met de zonnevelden regelen we ook niet in een bestemmingsplan, maar regelen we met een tijdelijke vergunning van 25 jaar. Dus dat is ook niet de bedoeling dat je dat in een bestemmingsplan gaat regelen. Dus ja, er is geen juridisch gevaar of zo door het hier nu op te nemen in de toekomst. Ik heb ook een paar vragen gehoord over de besluitvorming van de provincie. Ik zal er nog heel even kort op ingaan, want het is best wel ingewikkeld. Na het besluit van de Raad op 26 september, dan moeten wij meteen eigenlijk het bestemmingsplan opsturen naar de provincie. En die gaat kijken, wat hebben jullie nou eigenlijk gedaan? Wat hebben jullie nou gewijzigd? Wat hebben jullie met onze zienswijze gedaan? Dan hebben ze die 6 weken tijd om daarbinnen, in die tijd kunnen ze een reactieve aanwijzing indienen. Dat hoeft niet, dat kan. Na die 6 weken tijd, wat ze ook doen, maakt niet uit, wel of geen reactie, dan gaat de tijd van de beroepstermijn in. Korte toelichting vraag. Een reactieve aanwijzing is dat een perceelgebonden ingreep dat een bepaalde functie of bestemming niet goed gevonden wordt? Of is dat een integrale bestemmingsplan afwijzing of aanwijzing? Dus dat het hele plan sneuvelt als de bedoeling er niet in is? Of gaat het maar om een of enkele perceeltjes waar het precisie mes in kan snijden? Ik heb hem nooit meegemaakt, maar voor zover ik weet gaat het echt over specifieke dingen waar de provincie dus een reactieve aanwijzing op indient. Dat kan percelen zijn, maar dat kan ook een systematiek zijn van regels of dat soort dingen. Dat wij bijvoorbeeld een regel niet juist hebben vertaald vanuit de interim omgevingsverordening. Dat kan reden zijn. Meneer Werens had ik ook een opgelichting vraag. Ja, omdat ik hoor dat het naar de provincie gaat, je toch graag vraagt, wordt mijn foutieve verandering van het beeld, wordt dat gewijzigd voor die tijd of pas daarna? Want ik zou graag willen dat het goede plaatje, zoals ik het ooit heb afgesproken, ook naar de provincie gaat. Ja, dat snap ik. Ja, dat ligt nou niet bij mij, zeg maar, om te zeggen dat past zo aan. En ik heb inderdaad de kaart gezien. Er is een klein driehoekje wat inderdaad volgens uw voorstel er wel in zat en nou niet. Dus, of andersom, ik zet hoe je kijkt, ja. dat is dan aan de Raad om te zeggen, oké, die wijziging nemen we nog mee. Het wordt een voorzitter. We gaan straks even naar de vraag, dus laten we zo even de procedure uitleggen. Ja. We hebben nu over de vraag over de presentatie, alles over uit de tijd. Maar dat komt straks even in de pauze, komt dat goed. Hartelijk dank. Wij zullen sowieso nog even een schriftelijk reageren op alle insprekers. Hè? Dus, en dan ook richting de Raad van Is even, laat even antwoord geven, dat is tijd voor elke vraag. Ik mag één volle vraag stellen, maar dan is het even doorgaan, want je hebt een half van de vraag te beantwoorden. Ja. En dat is laat. Heel kort, dank u meneer. Ja, kort juridisch verduidelijk, zo'n aanwijzing overroelt die dan de gemeente gaat, moeten we vervolgens nog een herstelbesluit nemen? Nee, die overroelt het besluit van de Raad. Dus in feite dat deel van het plan, dat wordt dan overroeld door de. Ik hoorde een vraag over de bijgebouwen. Dat is meerdere keren aan de orde geweest. Van ja, op sommige locaties staat 1100 vierkante meter. Waarom kan het daar wel en waarom mag het daar maar maximaal 300 zijn of 100? In die situatie, dat hebben we ook gezien, en dat hebben jullie ook wel gezien aan de verbeelding. Sommige locaties zijn gewoon bestaande woonbestemmingen waar we dus die 1500 vierkante meter op hebben moeten leggen waar al heel veel bebouwing staat en daar zie je enorm gekke vormen ontstaan. Maar dat zijn bestaande gebouwen. Wij kunnen nu niet afdwingen dat die mensen die gebouwen gaan slopen. Tenzij ze dus iets gaan doen, iets met die gebouwen willen gaan doen en willen gaan slopen, dan zeggen wij oké, dan heb je die sloopbonusregeling en dan mag je inderdaad meer terugbouwen dan die reguliere 100 vierkante meter. Dat is echt de achtergrond van waarom staan er daar meer dan die anderen. Ja, dat is nu eenmaal zo, omdat daar een bestaand recht vanuit de huidige bestemming op zit. En dat is gewoon eigenlijk overgangsrecht in feite. Meneer Kuik. Je had het over een bestaande woonbestemming, maar was het niet eerder een garagebestemming en een nieuwe woonbestemming? Dan heb ik het al ergens anders over.
Dat klopt, maar volgens mij zijn die situaties er niet en zijn voor de omzettingen van de agrarische naar de woonbestemmingen is er wel gekeken naar van wat wordt er dan gesloten en in sommige gevallen wordt er een tegenprestatie geleverd, mag er iets meer blijven staan. Maar dat is ook echt maatwerk. Dus dat kan dan een van de ruimtelijke onderbouwingen zijn die erbij zit. En daar staat echt meer dan vierkante meters, dat zou kunnen. Dus, maar dat zijn echt maatwerkoplossingen waar dus inderdaad een passende tegenprestatie voor is gebruikt. Over de reactie van de provincie. Is er afstemming geweest? Jazeker. We hebben ook, en dat is ook wel een beetje teleurstellend, jullie hebben waarschijnlijk de reactie van de provincie gelezen. En ze zeggen, ja, jammer dat jullie geen overleg hebben gehad met ons, maar dat is niet waar. Want we hebben verschillende keren met hun op tafel gezeten. Dat is heel vervelend en we hebben afstemming gezocht. Ook daar zijn wat wisselingen geweest helaas. Dus waarschijnlijk was diegene weer niet op de hoogte van de eerdere afstemmingsmomenten die we wel degelijk hebben gehad. En waar we echt wel hebben geprobeerd ons probleem uit te leggen, ons dilemma van hoe ga je nou van die stippen naar die vlakken en hoe ga je dan om? Ga je dan bij die mensen aankloppen, jongens, jullie hebben iets te veel tuin, ga maar betalen. Ja, dat is gewoon niet reëel. Dus daarom hebben we echt wel gezocht met de provincie van ja, was dan wel passend volgens jullie verordening. En daaruit is deze oplossing gekomen, juist die inrit, die bestaande inrit aan de voorzijde met die tuinbestemming. Daar kun je dus gewoon die verhouding wel hebben met die parkeerplaats en de inrit en zo, dat soort dingen. En aan de achterzijde, die landschappelijk ingepaste tuin. Maar dan in feite is dat dus een soort van kwaliteitsverbetering die we dus ook borgen door het die bestemming te geven. En of de provincie op alle locaties, zoals wij ze nu hebben aangepast, helemaal in meegaat, ja, we hopen natuurlijk gewoon wel. Maar het waren 150 adressen, dus ik durf daar mijn hand echt niet voor in het vuur te steken, want het is zo'n uitgebreide expositie, zeg maar. We hebben gewoon echt alles met heel nauwkeurig bekeken, maar ja, ik weet het gewoon echt niet. Het is een inschatting die we maken. En ze hebben natuurlijk niet alleen op dat onderdeel een reactie ingediend, dus er zijn ook nog wel andere onderdelen, dus ik weet het niet, we zullen het zien. Maar we hebben dus ook over hoe we het nu hebben voorgelegd in de systematiek met de tuin en die landschapstuin, hebben we echt wel afstemming gehad. En daar kon de provincie eigenlijk wel het systeem zoals we het nu voorstellen mee instemmen. Tenminste, daar hebben ze ambtelijk aangegeven. Komt in begeleidende berichten staan. We hebben een begeleidende. Als we maar aan de provincie. Oh, nou, in feite bieden we het altijd via een systeem aan de provincie. Zoals het in de nota van zienswijze is verwoord, dat krijgt de provincie dus ook. Dus we gaan het niet nog verder toelichten in de brief. Dit, zoals het stuk hiervoor ligt, gaat dus ook meteen rechtstreeks zo naar de provincie. Dus dan zouden ze het inderdaad kunnen toetsen of ze akkoord zijn. Het advies van de MER, daar moet ik tegen schuldig blijven, want daar ben ik inhoudelijk gewoon echt niet voldoende van op de hoogte, dus dat komt nog. Over de permanente teeltondersteunende voorzieningen. Het gaat om bestaande permanente teeltondersteunende voorzieningen, die zijn gepunt. En die hebben we nu opgenomen. Voor nieuwe zit er een regeling in. En dan kom je inderdaad wel uit bij bijvoorbeeld het hydrologisch neutraal oprichten bouwen van het waterschap. Dus dat zou in principe gewoon beborgd moeten zijn. De paardenbak. Ook het hobbymatig de paardenbak bij de woning en de paardenbak bij de agrarische bestemming. Buiten het bouwvlak dat is niet zo kunnen. Ja, dat is ook een beetje best bijzonder. Als je hobbymatig een paardenbak aanlegt, of nou bij woonbestemming of een agrarische bestemming is, dan kan het altijd. Maar zodra de paardenbak voor een paardenhouderij is bestemd, dan zou die binnen het bestemmingsvlak van de paardenhouderij moeten liggen. Want dan heb je het echt over bedrijfsmatige activiteiten die vaak een andere impact hebben dan een hobbymatige paardenbak. Bij die woning, ja, die agrarische bedrijfswoning of de burgerwoning,
Dat is echt een ander impact dan die, bij de paardenhouderij. Dus daar zit wel een onderscheid in, ook al zie je het van buiten niet meteen, maar dat is ook vanuit de provincie heel duidelijk aangegeven. Oké, de paardenbakken hobbymatig zijn prima, bij welke bestemming dan ook. Maar die bedrijfsmatige paardenbakken, die horen echt binnen de bedrijfsmatige bestemming. Iets over het kleinschalig overnemen van de locatie. Ik weet niet of dat was gelezen, maar ik kan het niet helemaal plaatsen. Dus misschien dat het niet gewenst was om een kleinschalige locatie over te nemen door een grootschalige locatie. Kan die niet helemaal, die vraag kon ik niet helemaal plaatsen, dus ik kan het ook niet beantwoorden. Dat is vanaf pagina 51, het sociaal-economisch gebruik. Daar staat... Ja, daar kom ik wel even terug. Dan moet ik dat ook even induiken. Dus kom we zo niet meteen plaatsen. Pagina 51. Ja, oké. het omschakelen van diersoorten werd genoemd. Dat je niet kunt doen, dus omschakelen naar geiten en pluimvee. Binnen pluimvee, inderdaad, als het binnen die definitie van pluimvee valt. Kijk, alle sectoren zijn omschreven in de definities. Als het binnen die definitie past, dan kan het volgens het bestemmingsplan. Milieutechnisch moet je dan natuurlijk wel weer met vergunningen en alles, het zal het moeten worden gecontroleerd of dat ook kan. Maar bestemmingsplan technisch heb je dan geen aanpassing nodig. Wat educatie betreft, maximaal 4 bezoeken per jaar. Ja, dat is de standaardrichtlijn zoals we nu hebben opgenomen, volgens mij in een afwijkingbeoefentijd. En is inderdaad gewoon een richting waarvan we aannamen en volgens mij ook gedeeltelijk is aangesloten bij de AWV, maar dat durf ik niet helemaal te zeggen, dat niet te veel impact heeft op de omgeving. Kijk, als je andere aantallen gaat doen, dan krijg je toch een ander soort bedrijf. Dus dan zouden we moeten kijken van, is dat nog passend, en dan krijg je veel meer maatwerk. Ik wil dus niet per se zeggen dat als hier 4 staat, dat het toch nooit 10 kan zijn, maar dan moeten we het op een andere manier gaan beoordelen en dan krijg je dus echt maatwerk. Voorwaardelijk detailhandel, wat is dat? Dat staat ook wel in de definitie omschreven, maar ik kon het niet helemaal. Het is vaak niet de bedoeling dat het gewoon helemaal detailhandel wordt. Ondersteunende detailhandel, dat is eigenlijk het onderscheid. Hè? In heel veel gevallen hebben we gezegd ondersteunende detailhandel met een maximum oppervlakte van 100 of maximaal 200 vierkante meter is toegestaan, maar dan moet het echt ondersteunend ten behoeve van de hoofdactiviteit. Zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het onderscheid tussen dat volwaardig en ondersteunend. Even voor de duidelijkheid, daar gaat het dus om dat je niet de detailhandel als hoofdtak mag gebruiken. Precies. Oké. Okay. Ja. Een bedrijf wat in transitie is, kunnen we dat uitproberen? Jazeker. We hebben in ons vakbeleid wat 2020, ik weet niet welk jaar, maar in ieder geval ook niet al te lang geleden is vastgesteld door de raad vastgesteld dat juist dat soort activiteiten van stoffen krijgen, dat we daar willen stimuleren van nou, je hoeft niet meteen je bestemmingsplan te wijzigen. Want we snappen ook wel dat het niet altijd helemaal duidelijk is van dit of dat gaat werken of dat willen we gaan doen. Dan kan dat en dan willen we juist gaan werken met een tijdelijke vergunning van 3 jaar. En dat hebben we toen ook vastgelegd in dat vakbeleid om dat mogelijk te maken. Ja, dat is ook al. Ik snap wat je zegt. Aan de andere kant, op pagina 62 staat als je eenmaal een vaklocatie bent, is er geen hergebruik meer mogelijk voor agrarisch bedrijf. Dus op het moment dat je je agrarisch bedrijf van locatie hebt gemaakt, mag je daarna, het staat er zo in, zo lees ik het in ieder geval, dat je daarna niet meer terug mag gaan naar agrarisch. Dus een agrariër die kan niet via VAP naar een ander agrarisch gaan. Een VAP-locatie klinkt heel mooi, maar die heeft ook nadelen voor agrarische ondernemers. Dus is er ook een mogelijkheid voor een transitie te onderzoeken zonder een vaklocatie te worden? Ja, dat kan zeker. Want zeker op situaties waar nu nog geen vakaanduiding zit, denk aan de Kapelweg 11, jullie wel bekend, die zit dus nu ook nog gewoon in het bestemmingsplan als een agrarisch bedrijf.
En daar hebben we dus die vergunning van die 3 jaar opgenomen. Dus dat kan zeker. Okay. Jongens, dan maak ik toch een toelichting over die 3 jaar. Want het valbeleid, de raad heeft vastgesteld van 2019, we zitten in 2022, dus ja, het is een jaar. Maar die 3 jaar zijn die dan ingegaan in 2019 en hebben dan nu eigenlijk alles wat afloopt met die tijdelijke vastbestemming en hebben we dan met het nieuwe bestemmingsplan juist niet goed gereden? Hoe moet ik dat doen? Nee, het is zo dat het vastbeleid heeft eigenlijk omschreven van wanneer past welke ontwikkeling nou op welke locatie, dat is een heel systematiek achter. En de bedoeling is, als er een vraag komt met een principebezoek, gaan we meekijken van nou, kan dat op deze plek, deze ontwikkeling, zus en zo. Dan kunnen we een vergunning gaan verlenen. Als die vergunning is verleend, dan gaat die 3 jaar vastzitten. Dus het is niet afhankelijk van wanneer wij het vatbeleid hebben vastgesteld, maar het gaat om het verlenen van de vergunning. Er kwam een vraag, een algemene vraag over hoe zijn de zienswijzen nou beoordeeld. Nou, de zienswijzen zijn natuurlijk aan de hand van de systematiek, het geldende kader zoals we het hebben, zijn die beoordeeld van wat kunnen we dus wel, wat past wel binnen dat kader, wat past er niet binnen, wat kunnen we dus wel en niet meenemen. Dus dat is, ja, hebben we ook zoveel mogelijk proberen te verwoorden, zeg maar, in de specifieke zienswijze van nou, dit is dat kader. En mocht u inderdaad, als het nog niet genoeg uitgewerkt, mocht u een uitgewerkt plan hebben, dan kunt u dat als principebezoek indienen, kunnen we dat verder toetsen en dan kunnen we daar een aparte procedure voor opstarten. Kijken. Er kwam een vraag over het hebben zoveel mogelijk creatief meegedacht. Ja, ja. Ik hoop van wel. Eigenlijk, we hebben heel veel toch wel ontwikkelingen erin zitten die ja, net een beetje buiten de lijntjes kleuren, zeg maar. En daarin hebben we wel geprobeerd zoveel mogelijk creatief mee te denken van nou, wat is nog passend hier, wat is hier dan de benodigde tegenprestatie. Ja, dat hebben we inderdaad wel geprobeerd. Dus, maar los daarvan blijven er nog altijd situaties die in het verleden soms illegaal zijn ontstaan. En ook niet passen binnen je kader en je beleid zoals je nu hebt. Dus in sommige gevallen is het soms niet ontkomelijk, zeg maar, om zaken af te breken of inderdaad handhaven op te treden. Even kijken hoor. Nog een paar. een conserverend plan. Er werd de vraag over gesteld. Wat is dat? Ja, wat is dat? Hebben we niet genoeg ruimte geboden voor kleinschalige ontwikkelingen? Zeker wel, want die zitten er ook verschillende in. Als je kijkt naar de lijst van ruimtelijke onderbouwingen die erbij zitten, het zijn iets van 20 ruimtelijke onderbouwingen of zo. Dus zeker hebben we er echt wel onderbouwing in zitten, maar dan echt geënt op de locaties zoals er nu in zitten, waar iets wijzigt op een omschakeling, op dat soort dingen. Echt een nieuwe woningbouwontwikkeling hebben we niet meegenomen. En dat is ook wel bewust, want we hebben natuurlijk bij een woningbouwontwikkeling echt te maken ook met de regio, waar je dus ook afstemming mee moet hebben van wat kan nou waar in welk gebied, voldoet dit volgens de regionale afspraken, waar dus echt een uitgebreider traject aan vooraf hoort te gaan en wat dus ook een aparte bestemmingsplanprocedure moet doorlopen. En dat is dus ook ja, waarom we geen echte woningbouw of verstedelijking hebben opgenomen. Hey, meneer. Dank u voor het antwoord. Daar heb ik dan toch een vervolgvraag op. Want die woningbouw is inderdaad waar ik van zocht, omdat we in de omgevingsvisie, structuurvisie, zelfs in de interim omgevingsverordening van de provincie, hebben overal gebieden, wat we dan de Havelranden noemen, of het hele gebied, zoals ik ook al de Kapelwijk en Rondheuvelijn, daar hebben we allemaal gebieden voor verstedelijking aangewezen. Dus daar is eigenlijk een vrij hard en duidelijk beleid over. Daar zou nog wel wat woningbouw kunnen komen. En als er dan dus gesproken wordt met agrarische ondernemers die in dit gebied zitten, dan had ik me toch voor kunnen stellen dat dan zou zeggen, kunnen we daar nog niet een woningbouwprojectje, niet een hele grote nieuwe wijk, maar een projectje toelaten. En u doet op de SGE-afspraken, waar we dan regionale afstemming moeten hebben, nou hebben we allemaal mooi die afsprakenkader gehad, staat heel mooi die tabelletje in. Als het onder de 12 woningen is, dan mag de gemeente zelf beslissen en daarboven
gaat via de regionale organen. Dus ik had zoiets van, ja, we hadden best wel wat plekken kunnen aanwijzen waar een handjevol woningen hadden kunnen zitten, zolang maar het zoekgebied is en allemaal netjes ruimtelijk ingepast wordt. Is dat dan niet mogelijk of is dat qua beleid niet naar gezocht? Wat is nou, wat kunnen we nog iets aan doen? Dat is inderdaad in dit kader van het bestemmingsplan buitengebied niet bewust naar gekeken, zeg maar, naar dat soort ontwikkeling. Want ja, je moet inderdaad best wel uitgebreid onderbouwen en inpassen en dat soort zaken zou je dan daar helemaal mee moeten opnemen. En dat is inderdaad bewust niet gedaan, omdat het ook wel een traject is wat natuurlijk vrij lang loopt en waarvan we zeggen, nee, dat moet je niet in een bestemmingsplan buitengebied opnemen. Dat moet je in een aparte procedure. We hebben los van het bestemmingsplan buitengebied natuurlijk ook nog aparte procedures lopen. En dat is gewoon veel eenvoudiger om dat in een apart traject te doorlopen met de onderbouwing, de afstemming met de omgeving, een landschappelijke inpassing, dat soort zaken. Dan krijg je zo'n vermenging, zeg maar, met de rest van het buitengebied, dat wij zeggen van ja, daar moet je gewoon niet willen om dat hierin op te nemen. En sowieso, omdat het niet in het ontwerp bestemmingsplan heeft gezeten, raad ik het ook nu niet aan om dat alsnog toe te voegen. Want je hebt nul onderbouwing. Je hebt niet met de omgeving gesproken over waar wat en hoeveel en dat soort zaken. En ja, dat moet gewoon echt een zorgvuldig traject op zichzelf doorlopen. Even kijken, dus de provincie heb ik al gehad. De MER, vandaag over de uitbreiding van de VR Rijk. Er stond inderdaad ergens een zinnetje over de uitbreiding van de VR Rijk. Even heel simpel gezegd, de VR Rijk is op geen enkele plek met bebouwing zomaar rechtstreeks uit te breiden in het bestemmingsplan buitengebied. In de regels zit een afwijkingsbevoegdheid met bijvoorbeeld de verwijzing naar de Brabantse zorgvuldigheidsscore waar aan moet worden voldaan, allerlei regels waar aan moet worden voldaan. En op dat moment ga je dat dus ook toetsen. Dus het is niet zomaar dat er zomaar bij iedere veehouderij nog een stal bij kan komen. Dat is nooit. Ja, dat is gewoon niet mogelijk. De individuele percelen, ik kom vanuit de insprekers, daar komen we nog ook wel even schriftelijk op terug. Ja, de visie duurzame energie heb ik al beantwoord. Ik zie hier nog een keer de provinciale reactie, hebben we het verkeerd ingeschat. We hebben heel duidelijk afstemming vooraf met de provincie gehad. Dus wij hadden zoiets van, nou, we komen heel ver te moed richting provincie, maar de provincie zit heel erg strikt in de regels zoals ze die in de verordening hebben opgenomen. Dus ja, die meedenkendheid missen we soms nog wel eens een beetje van, ja, dit is de praktijk en jullie zitten op een heel grote afstand en op papier heb je misschien gelijk, maar in de praktijk is het gewoon soms iets weerbarstiger. En hebben wij toch gepoogd om zo goed mogelijk en met die kwaliteitsverbetering en recht doen aan de situatie alles in te passen. Ik hoop het. Ik wil het zeggen. Ik stop er. Over die rol van de provincie had ik even een vraag. Want in de nieuwe omgeving zet, als ik het goed begrijp, is de rol van de provincie, als ik het goed begrijp, beperkt. Er ligt meer bevoegdheid bij de gemeente zelf. Is dat correct? Voor zover ik dat weet, nog niet helemaal. Want ze houden een omgevingsverordening. En heel veel processen zijn toch redelijk vergelijkbaar. Er komt een nieuwe variant voor een directieve aanwijzing. Het heet iets anders, maar het is redelijk vergelijkbaar zoals ik het nu heb gezien. Maar het is, ja, als ik dan ook even besluit lees, dan snap ik dat de bevoegdheid bij de waterschap en de gemeente ligt. En de provincies worden daar niet in genoemd. Dus als dat zo is, maar dan vraag ik me af, als we nu ons heel erg laten beperken door de huidige besluiten van de provincie en de regels van provincies, zien we onszelf in de voet als we zelf eigenlijk iets anders zouden willen. Ja, en dat betwijfel ik, want de provincie heeft ook al een ontwerp omgevingsverordening ter inzake gelegd. Die treedt in werking zodra de omgevingswet in werking treedt. En is redelijk vergelijkbaar qua regels en wat de provinciale belangen dus zijn, hebben ze daarin vastgelegd.
dat blijft zo dat we daar als gemeente aan moeten voldoen. En wat ik net zei, die reactieve aanwijzing, ja, ik weet zo even niet hoe het heet, maar er komt een vergelijkbare ding, zeg maar, als een reactieve aanwijzing. Dus wat ik er nu van weet, maar goed, het verandert ook vaak, dus we wachten gewoon even af tot het daadwerkelijk zover is. En dan zullen we het zien, maar wat ik er nu van weet, is het redelijk vergelijkbaar. Dus daar schieten we ons volgens mij niet mee in de voet, want daar zullen we altijd beter duren hebben. De handhavingsbrieven die zijn gestuurd. Er zijn inderdaad heel veel handhavingszaken geweest in het buitengebied. Ook verschillende brieven geschreven. Wat we wel bijvoorbeeld, de vraag was eigenlijk van hebben we nou een aantal zaken opgelost. Waar we een oplossing voor zoeken is een aantal schuilhutten bijvoorbeeld. In veel situaties staan die net even iets verder. En die voldoen niet aan de provinciale verordening zoals de provincie het nu heeft opgenomen, want die zou alleen maar in kernwandzones mogen plaatsvinden. Wij zijn van mening dat als je in sommige gevallen moet het ook op andere plaatsen mogelijk zijn. Wat we wel hebben gedaan in afwijking van de provinciale verordening is teruggaan van de 90 vierkante meter die de provincie toestaat naar 20 vierkante meter. Dus echt basic schuilhut zoals het bedoeld is voor het schuilen van dieren hobbymatig. In de wei tegen weersomstandigheden. Daar zit bijvoorbeeld een risico in. Wij denken zo heel veel handhavingssituaties op te kunnen lossen. Maar de vraag is of de provincie daar dus mee akkoord gaat met die onderbouwing in sommige situaties, dus wel op meer locaties een schuilhut toe te staan. Dus daar zit bijvoorbeeld nog een risico in dat de provincie zegt: ja, maar dat doet niet letterlijk aan onze verordening, daar gaan we niet in zitten. Maar goed, daar hebben we dus wel een onderbouwing toegevoegd vanuit die schuilstalregeling waarom dat wij vinden dat het wel mogelijk zou moeten zijn in die kleinere maat. Even kijken, uitbreiding van een agrarisch bedrijf, daar heb ik net al even iets over gezegd. Een agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten. Ja, die zijn er verschillende opgenomen, ook met een aantal onderbouwingen. Stel dat inderdaad het agrarisch bedrijf stopt en alleen de nevenactiviteit blijft over, dan moeten we inderdaad kijken, dan zou je moeten gaan omschakelen van dat agrarisch bedrijf naar die bedrijfsbestemming. En dan kom je dus eigenlijk bij de VAP-regeling zoals we nu hebben. En dan ga je dus toetsen van past deze nevenactiviteit en wellicht in de grote omvang of in de bestaande omvang. Ja, in de bestaande omvang hebben we al eigenlijk al gezegd, ja, dat vinden we akkoord, maar meestal is het dan een vraag van uitbreiding van die nieuwe activiteit. Dan moeten we op dat moment dan toetsen, dan ga je dus op dat moment inderdaad die vraag leggen naast het VAP-beleid en beoordelen of dat mogelijk is. Maar dat wordt altijd een aparte procedure leveren. Waarom we de SOAP-bonusregeling hebben verruimd? Met inderdaad, van als je geen SOAP hebt, waarom wil je dan ook die 300 vierkante meter? Ook dat komt wel deels voort uit een aantal handhavingszaken, waar mensen dus dachten vergunningsvrij te kunnen bouwen, maar dat niet vergunningsvrij was. En dat ze dan inderdaad over die maat heen gaan van die vergunningsvrije bouwwerken. Ja, maar ja, die buurman heeft wel 300 vierkante meter, waarom kan ik dat niet? Dat is de gedachte, zeg maar, waarin we zijn gaan zoeken. Nou, wat vinden we dan wel passend? Want inderdaad, die buurman kan het wel, die heeft die 300 vierkante meter staan. Als je zou slopen, zou het wel mogen. Dus kunnen we daar toch niet iets voor verzinnen. En juist om aan te sluiten bij de nota van uitgangspunten. En daarvan is gezegd, ja, met een tegenprestatie zou dat prima kunnen. Maar dan moet het wel een gelijkwaardige tegenprestatie zijn als dat je zou slopen. En dat is ook de bedragen, zeg maar, die ik in het raadsvoorstel heb genoemd, van ja, wij hebben daar bedragen aan opgehangen, zeg maar, het is een beetje technisch, maar om het gelijkwaardig te maken. Ja, dat was voor zover, ik heb meegeschreven de laatste vraag, dus voor zover ik zal maken. Dank u wel voor uw vakkundige beantwoording. Ik kijk even naar het portfolio of je nog aanvullingen wil doen. Nee, ik heb op dit moment geen antwoord. Ik heb u een kans geboden. Ik kijk even rond.
thuis nog mensen zijn die echt een dringende vraag hebben. Anders ga ik richting de afronding. En dan zal ik ook een korte reactie geven op uw vraag in Wereld. Als een voorstel bij de raad ligt, is het college niet meer bevoegd om een wijziging voor te voeren. Dus als u wijziging doorvoert, zult u iemand in de raad moeten vinden die dat voorstel in de raad neerlegt en dat die een meerderheid moet krijgen. En dan wordt die meegenomen met het college in de aangepaste bestemmingsplan richting de provincie. Dus dat is de procedure. Dus het college kan nu niets anders handelen dan meer wijzen voor dit moment, want het ligt namelijk bij de raad. Dus dat even als reactie, als u uw tekening aangepast zou willen hebben. Er zijn een aantal openstaande punten. Dat zijn onder andere de antwoording van de vraagstuk MEG, maar ook de reactie op de 5 insprekers die we van het college krijgen. En mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u tot woensdag 12 uur technische vragen indienen via de Griffie. En die zullen dan mee worden genomen in de beantwoording richting de volgende sessie, de oordeel op de volgende sessie van 12 september. Ik kijk nog even of er vragen zijn of opmerkingen zo niet. Dat sluit ik dit onderwerp af. En dan gaan we 10 minuten pauzeren. Dan zitten we mooi in het schema. 8:15 beginnen we bij het tweede onderwerp van deze avond. Dank u wel.